De koloniën die Groot-Brittannië had, zorgden ervoor dat ze economisch een voorsprong hadden op andere landen. Vanaf 1750, of het begin van de industriële revolutie, werd deze voorsprong alleen maar groter. Het ging goed in Groot-Brittannië en dat blijkt uit de bevolkingsgroei. Dit kwam door verbeteringen in de landbouw, door bijvoorbeeld verbeterde ploegtechnieken, nieuwe gewassen als de aardappel en ontginning van nieuwe landbouwgrond. En ook door minder sterfte vanwege verbeterde ziektebestrijding. Wat zijn gevolgen van de bevolkingsgroei? Er kwam een toename naar goederen, kleding bijvoorbeeld. Hierdoor zien we dat de textielindustrie groeit. Maar er kwam ook een toename aan goedkope arbeidskrachten. Door nieuwe uitvindingen zoals de spinning jenny, die 8 keer meer kon spinnen dan een menselijke arbeider, schoot de productie omhoog en gingen de kosten omlaag. Dit werd nog groter door bijvoorbeeld de verbeteringen die James Watt aanbracht aan de stoommachine. Terug naar de koloniën. Deze waren belangrijk voor grondstoffen zoals katoen, maar ze waren ook een belangrijke afzetmarkt. Omdat de producten uit Groot-Brittannië goedkoop konden worden geproduceerd, concurreerden ze dus hevig met de Indiase textielhandel die ook nog te maken had met hoge belastingen. We zien dat de Britse markt gevoelig werd voor gebeurtenissen wereldwijd. Oorlogen of andere problemen in de koloniën of in de VS werden direct gevoeld in Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië is er sprake van een industriële samenleving. Het voornaamste middel van bestaan is industrie. In de tijd hiervoor was er het handelskapitalisme. Een handelaar had veel te maken met tussenhandelaren. Bij het industrieel kapitalisme zien we dat een fabrieksbaas zich specialiseert en zich niet bemoeit met tussenstappen. Wat daarbij zou helpen is dat de markt liberaal zou zijn, met vrijhandel en een kleine rol voor de overheid, weinig wetten en weinig belastingen. De Britten gingen erg ver voor die vrijhandel. De marine werd zelfs ingezet om vrijhandel af te dwingen in koloniën en andere gebieden zoals China. Oké, de handelaren en fabrieksbazen waren dus erg belangrijk. Maar ondernemers hadden bijna geen stem in de politiek. In Groot-Brittannië was er nog sprake van een klassensamenleving waar de adel politieke macht had. In 1832 veranderde dit met de Reform Bill. De samenstelling van het lagerhuis werd veranderd. Er kwam een andere indeling kiesdistricten, omdat fabrieksteden enorm waren gegroeid en waardoor er een betere vertegenwoordiging kwam. Er kwam ook uitbreiding van het kiesrecht. Maar door de industrialisatie ontstond ook een nieuwe sociale klasse, de fabrieksarbeiders. Ze hadden slechte leef- en werkomstandigheden. Vanaf 1833 greep de overheid in tegen misstanden met de Factory Acts. Er kwamen betere en veiligere werkomstandigheden, kortere werktijden voor vrouwen en kinderen en een arbeidsinspectie. Arbeiders zelf verenigden zich in vakbonden en wisten meer rechten af te dwingen. Steun kwam van invloedrijke mensen zoals Robert Owen, die zelf eigenaar van een textielfabriek was, maar die zorgde voor betere huizen, onderwijs en kortere werktijden voor zijn arbeiders. Dit allemaal zorgde ervoor dat Groot-Brittannië de werkplaats van de wereld was. Londen werd het financiële centrum van de wereld, waar het bank- en het verzekeringswezen zich vestigden. Tijdens de eerste wereldtentoonstelling in 1851 liet Groot-Brittannië dit duidelijk zien. Na 1870 werd de concurrentie met Duitsland en de VS merkbaarder. Groot-Brittannië ging op zoek naar nieuwe markten en breidde hun rijk verder uit. Door dit modern imperialisme kwam rond 1900 25% van de wereldbevolking onder bestuur van Groot-Brittannië.